opeens was er die twijfel. Ja, opeens wist hij het niet meer zo zeker. Nee, hebben jullie hem gezien? Die Pieter, die Omtzigt. Ja, op tv, ja. Hij kreeg ineens een vraag van, ja, maar word je nou wel of geen premier? Ja, ja, want hij heeft eerst gezegd van, nee, daar heb ik geen zin in. Nee, want ik ben net bijgekomen van mijn burn-out en ik weet niet of ik daar nou wel de geschikte man voor ben op dit moment. Maar, we hebben het nu gezien. Hij twijfelt enorm. Nou, niet alleen twijfel. Je zag in zijn gezicht zoiets van, nou, misschien ga ik dat wel leuk vinden, dat premierschap. Nou, dus wat hebben we nu dan, vrienden? Ja, we kunnen ons gaan opmaken voor, want iedereen zegt wel van ja, nee, die verkiezingen die gaan over de Tweede Kamer. Nee. De verkiezingen gaan zeker ook over wie wordt de premier van Nederland. Ja, die gaan wij ook kiezen. En nu we weten dat Omtzigt ook in de markt is, nou, dan hebben we drie mogelijkheden. Drie mogelijkheden zijn er. Ja, we hebben de Dylan van de VVD, dan hebben we Omtzigt en we hebben natuurlijk Timmermans, de groengoeroe. Nou, ja, daar moeten we uit kiezen. Ja, en wie willen we dan hebben? Daar gaat het om. En dan moet je je het volgende even voorstellen, beste vrienden. De Russen die staan ineens aan de grens. En die staan op het punt het land binnen te komen. Ja, chaos, paniek, het journaal gaat aan de kant. Er komt een speciale uitzending vanuit het torentje. Ja, en ja, hup, daar gaan we dan. En wie van die drie die ik net genoemd heb, ja, de Dylan, of Omtzigt, of de groengoeroe, wie wil je dan van die drie, wil je daar dan achter het bureau zien zitten in het torentje? Ja, hè? Wie?